Ruben van Eertum, maker van het Matchpunt, vertel eens. Ja, Matchpunt, we krijgen het maar niet afgemaakt. Hè. We hebben daar enkele matchballen in onze handen. En Rajic kon het altijd punt blijven maken. Maar ik dacht van, het is genoeg geweest en we hebben deze overwinning nodig. En gelukkig is dat gelukt, ja. Ik zag dat het heel veel betekende, want jullie nemen nu eigenlijk het thuisvoordeel over van Mazeik. Hè? Ja, we weten hier, het is hier een aardsmoeilijke opdracht om hier te komen winnen. We hebben dat nog niet gedaan tot nu. Als je dan op deze manier en in deze fase van de finales kunt winnen, dan weet dat het een heel belangrijke stap is. Maar ja, het is nog één stap te gaan bij ons thuis. Je speelt zelf ook een hele goede wedstrijd, maar er valt wat weg, set 3, set 4. Hoe kwam dat? Ja, nee, het zijn slopende wedstrijden. Ook de vermoeidheid begint in een part te spelen. Dus het is een beetje op in energiespaarstand soms spelen om toch nog op de belangrijke momenten toch nog het verschil te kunnen maken. Hoe zit het eigenlijk met die fitheid? Lukt het allemaal nog? Want het is een hels tempo, hè? Ja, het is een hels tempo, maar we hebben nu het voordeel. We hebben nu een thuiswedstrijd waar we kunnen strijden om de titel. En voor een vol schierwelle, dan voel je geen pijn of voel je geen vermoeidheid. En dan ga je gewoon door de muur. We hebben wel maandag gezien dat het ook daar een dubbeltje op de kant is. Hè. Het is die twee ploegen zijn echt wel aan elkaar gewaagd. Ja, zeker. Maar zij kan ook komen winnen in Schiervelde. Dat zal er alles aan doen om vrijdag de titel binnen in Roeselaar te houden. Nu toch al een klein feestje op de bus? Nee, helemaal niet. Dus we hebben ervaring genoeg in de rangen. We weten, de belangrijkste stap moet nog gebeuren. We kunnen spelen met de titel en zij moeten winnen in Schiervelde om in de running te blijven. Dus het feestje gaan we nog even uitstellen, hopelijk tot vrijdag. Okay, dankjewel, bedankt.